Welkom terug op mijn Skyblock-eiland. En lieve mensen, wat is er veel gebeurd op onze Skyblock? Ten allereerste hebben wij deze prachtige schuur gebouwd met de koeienspanner die ik natuurlijk van Giel heb gekregen. Maar zoals jullie wel weten ben ik de vorige keer erachter gekomen dat Giel ook een Skyblock-eiland hier op mijn wereld heeft. En toen had hij dus dit cadeau gebouwd naast mijn huis waar dus een koeienspanner in zat. Dus we hebben ten eerste gewoon een hele vette schuur erbij. En ten tweede ben ik al een beetje doorgegaan op onze Skyblock. Zoals jullie namelijk kunnen zien heb ik mijn werk naar level 3 geüpgrade. En heb ik even een klein gebouwtje eromheen gebouwd. En dan kan hij ook nog eens 2 blokken tegelijk hakken. Dus dat is echt helemaal top. Want zoals je kan zien hebben wij hier... Oh ja, we hebben inderdaad echt al heel erg veel spulletjes. 20 diamonds, superveel lapis wat we voor best wel wat kunnen verkopen. En natuurlijk ook steen en iron en goud. Maar dat komt allemaal goed. Dat gaan we wel een andere keertje even smelten. Daarnaast heb ik ook het eiland een klein beetje groter gemaakt. Zoals je kan zien. Want ik ben namelijk van plan om hier een gigantische paal te maken. Met een groene vlag erop. Zodat mensen natuurlijk kunnen zien dat dit mijn eiland is. Onze kleur is namelijk groen. Dus dat is heel erg belangrijk om te laten zien. Maar vandaag ga ik dus iets anders doen. Ik ga vandaag Giel bespioneren. Aangezien dat Giel al namelijk een eigen winkel heeft. Heel veel minions heeft. En ook nog eens een gigantische houthakkersfarm. Ben ik benieuwd wat hij nog meer heeft. Dus misschien kunnen we erachter komen door middel van bespioneren. Maar voordat wij Giel gaan bespioneren wil ik jou vragen om alvast even een blauw duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je meer hiervan wilt zien. En om natuurlijk kans te maken om wat te bouwen op mijn eiland. En dat is natuurlijk niet het enige. Wij gaan als allereerst eventjes naar Span om onze lentesleutel natuurlijk weer te gebruiken. Om te kijken of we hier een paar goede spulletjes uit kunnen krijgen. Want de vorige keer hebben we namelijk deze lentesshovel gekregen. Daar ben ik er heel erg blij mee. Maar ik wil natuurlijk een sappig armertje hebben. Dus please, geef mij armor. Oh, ik heb een verkoopminion gekregen. Oh, dat is echt super goed. Oh, dit is echt heel erg goed. Want nu we deze hebben, kunnen we deze verkoopminion namelijk hier neerzetten om alle diamonds en alles te verkopen. Dat is echt super goed nieuws. Eens even kijken. Dan gaan we deze eens eventjes koppelen aan een kist. Dat is die. Verkoopprijs, dat is helemaal prima. Sorteeropslag, prima. Belasting op verkoop. Oké, dat is wel pittig. Maar hij gaat tenminste alles hierin verkopen. Dat is mooi. Nu we dat dus gedaan hebben, ga ik me voorbereiden om Giel te bespioneren. Dus eens even kijken. Ik wil als allereerst dus een spyglass maken. En daarvoor hebben we gelukkig een hele mooie winkel. Ik heb namelijk 1 amethyst shard nodig. Oh, ik kan de amethyst shard niet kopen. Die kan ik alleen verkopen. Oké, dan gaat dat plan in ieder geval helemaal induigen. Dat maakt dan niet meer niet uit. Dan het enige wat ik kan doen... Oh, weet je wat ik wel kan doen? Ik kan dit wel gaan doen. Zo, hoppa. Wacht even. Een leather tunic. En dan ga ik eerst even lime dye kopen hier in de winkel. Zo. En dan gaan we deze eens eventjes... Hop. Oh. En dan gaan we deze eens eventjes in een lime leather tunic veranderen. Zo, hoppa. Dan heb ik tenminste wat groene armor. Eens even verder kijken. Ja, verder hoef ik me denk ik niet helemaal voor te bereiden. Het enige wat ik namelijk hoef te doen is schild te bespioneren. Ik vind het wel jammer dat ik geen spyglass kan maken. Dat was echt zo goed geweest. Oké, weet je wat? Het wordt nu donker. Ik denk dat het verstandig is om nu juist naar Giels eiland te gaan. Om te kijken wat hij allemaal gaat doen in het pikken donker. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Oké, lieve mensen, het wordt donker. Ik ga nu naar Giels eiland toe om te kijken wat hij allemaal van plan is. Maar hij mag natuurlijk niet snappen, want dat zou wel heel erg verdacht zijn. Er zijn hier ook allemaal kippen. Kippen, ga eens weg. Jullie verpesten de plek waar ik loop. Ga weg. Wacht, kom hier, kip. Kom hier. Oké, mooi. Oké, waar is Giel? Wat is hij aan het doen? Zijn minions zijn er allemaal. Oh, volgens mij zag ik hem daar springen. Oké, wacht. We gaan nu naar zijn huisje toe. Kijken of we bij zijn huisje kunnen komen. En dan langzamerhand kunnen kijken wat hij aan het doen is. Eens even kijken hoor. Dit oh, hij mag me niet zien. Oh, hij mag me niet zien. Wacht, ik ga even via zijn huis naar binnen. En dan kunnen we kijken vanuit binnen. Hij is bezig, lijkt wel, met zijn bomenboerderij of zoiets. Wacht, ik moet even kijken of ik wat dichterbij kan komen. Want ik kan niet zien wat hij aan het doen is. Er zit daar namelijk nog veel meer. Ik ben hem nu kwijt. Waar is hij nou weer? Ik ben hem kwijt. Oh, hij is daar. Oké, mooi. Oké, wat is hij mee bezig? Hij is met de kisten bezig. Oké, weet je wat? Als ik gewoon hier naar beneden ga, dan ziet hij mij sowieso niet. Hé. Wat is hij nou allemaal aan het doen? Hij is nog steeds bezig met zijn boerderij. Oh, Giel, ik zou uitkijken. Daar zit een creeper. Oh, als hij dit opblaast, dan ga ik echt lachen. Kom op. Ja, blaas op. Creeper, blaas op. Dat zou echt top zijn. Oh, het zijn er nog meerdere zelfs. Oh, ja, blaas op. Ja. Oh, wacht, hij mag me niet horen lachen natuurlijk. Oh, is er iets kapot gegaan? Wat hoor ik allemaal? Wacht, ik ga me verschuilen. Ik hoor hem. Ja, hij zit boven me. Hij mag me niet weten waar ik ben. Hij mag niet weten waar ik hier ben. Hoe ga ik hem nou weer bespioneren als ik hier in een grot zit? Oké, wacht, we gaan langzaam weer naar boven. Even kijken waar hij is. Ja, betrapt. Betrapt. Zal die dan maar hier aan doen? Ik
was je grot aan het uit. Je hebt zo'n mooie grot, Giel. Zo mooi. Nee, dat klopt, dat weet ik. Het is een hele mooie grot. En je doet er helemaal niks mee. Het is donker hier zo. Ik dacht, ik hang even wat lantaarns neer. Zo, hoppa, alsjeblieft. Wat ben je nou helemaal gek aan het doen, Santino? Ik geloof er allemaal helemaal niks van. Deze steen is wel vies, Giel. Kijk eens deze steen even. Kijk deze steen. Weg, wat is het? Wat doe je nou? Oh nee, weg, weg. Santino, wat doe je allemaal gek, joh? Wat is er aan de hand? Helemaal niks. Er is helemaal niks aan de hand. Ik wou gewoon bij jou op bezoek komen om te kijken. Ik vind het gewoon raar dat je zo komt bespioneren hier, weet je. Dat is er helemaal nergens van nodig. Bespioneren? Ik, Giel, ik zou jou nooit bespioneren, dat weet je. Volgens mij was je dat net aan het doen. Nee, ik was op bezoek om hallo te zeggen en... Want toen net zei je nog dat je dat was om in die grot lantaarns op te hangen, Santino. Dus je verhaal klopt van geen kant. Maar maakt niet uit, je mag hier gewoon zijn wanneer je wil, hè. Dat maakt me niet uit. Weet je, Torben niet, want die heeft laatst mijn minions gestolen, dus... Wacht even, wat? Wie? Ja, Torben, die heeft laatst mijn minions gestolen hier. Torben? Zit Torben hier dus ook die al? Die mag hier niet meer komen. Ja, die zit hier ook. Kijk, zijn eiland is hier deze kant op. Wacht, dat meen je niet. Dus ik heb jou in mijn wereld en ik heb Torben in mijn wereld. Ja, kijk, Jeetje. Nee, ik heb jou en Torben in mijn wereld. Dat is het ding. Hoe kom je daar naar bij? Je zit duidelijk in mijn wereld. Kom op, even serieus. Nee, want wij waren al veel langer bezig en jij bent pas net begonnen. Dus jullie zitten in mijn wereld. Torben, ik wist niet dat Torben hier was. Wacht, het lijkt erop dat hij heeft letterlijk een bos als eiland. Wat doet hij? Wat wees je mee bezig? Nee, dat is echt maar een klein stukje. Je kan de rest nog niet zien. Oh, een klein stukje zeg je? Dat zeg je dat nou serieus? Ja, Tom heeft echt een mega groot eiland. Hij heeft een heel kasteel erop gebouwd zelf. Een heel kasteel? Ja, niet normaal. Dan heb ik nog wel echt wat werk te doen om heel eerlijk te zijn. Oké, ik weet dat, Giel. Om het goed te maken. Nou vertel. Ten eerste, hier Emerald, alsjeblieft zo. Dankjewel. Ten tweede, zou je mij willen helpen om te kijken wat Torben aan het doen is? Ja, dat wil ik best doen. Oké, heb jij toevallig ook spyglasses of niet? Ja, die heb ik. Kijk, hier, alsjeblieft. Oh! Nou, dat is helemaal perfect. Kijk, dan kunnen we namelijk wat van meer afstand Torben gaan bekijken. Want ik moest heel erg dicht bij jou komen en ik kon helemaal niks zien. Ja, nee, dat snap ik. Dus nu kan je vanaf een afstand inderdaad heel erg goed zien waar die is. Oké, wacht eventjes. Dan hebben we denk ik alles om Torben te bespioneren. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er wel klaar voor, hoor. Wacht, jij moet wel eventjes laten zien waar ik heen moet en waar ik het best kan zitten. Aangezien jij al weet dat Torben hier zit en al waarschijnlijk wat plekjes weet van hem. Oké. Maar wat wil je nou? Wil je nou gewoon een goede plek laten zien? Of... het is echt reusachtig. Wat? Nou, dit slaat echt... Hoe kan Torben dit gebouwd? Dit klopt niet, hoor. Ja, Torben is al best lang bezig. Maar hij heeft ook hulp van een builder of zo. Dat meen je niet, serieus? Dus hij heeft dit helemaal niet zelf gebouwd? Nee. Oké, maar wacht. Is Torben überhaupt wel op zijn eiland? Oh, ja, hij is hier. Oh, wacht. Waar is hij? Ja, Santino. Oh, dus echt geen problemen met Torben hebben, man. Nee, dat begrijp ik. Zijn? Ik moet alleen even weten wat hij allemaal aan het doen is. Sinds Torben hier is, moet ik wel weten wat een ander iemand nog doet, behalve dat jij hier bent. Ja, dat snap ik. Oh jee. Wat is hij aan het bouwen? Is redstone blokken en gouden blokken? Ja, nou kijk, daarvan gaat je eilandlevel dus omhoog. Dus ik denk dat Torben het hoogste eilandlevel wil hebben of zo. Of iets in die richting. Eilandlevel omhoog? Jeetje, ja, dat staat aan de rechterkant, weet je wel, in je scherm. Dat staat eilandlevel. Ja, maar wat kun je daarmee doen dan? Ik weet er helemaal niks van. Ik ben er pas net 3 dagen of 4 dagen, hè? Ja, dat klopt. Maar ja, wij delen dus een eilandlevel met z'n allen. Dus je moet eens kijken. Als je een blok neerzet, dan gaat dat getalletje omhoog. Zie je dat? Jeetje, ik zie het inderdaad. Oké. Ja. Daar moet ik even rekening mee. Wacht, oké. Laten we even een andere plek gaan zoeken. En kijken wat er allemaal in het kasteel is. Weet jij toevallig wat er allemaal in het kasteel is dan? Nou, hij had laatst in deze toren hier zo mijn minions opgesloten. Dus ik heb al een beetje gezien. Maar laten we omlopen. Okay. Hij zag me bijna. Kijk, dit zijn de huisjes die Torben heeft gemaakt met mensen die mee hebben opgenomen. En eerst was ik goede vrienden met Torben en heb ik dit huisje hier zo gebouwd. Ja, ik wil net zeggen, waarom heb je nou weer een huisje hier dan? Ja, nou, ik ging gewoon een keertje meedoen in de aflevering van hem, maar ja... Maar nu zijn jullie een soort van vijanden. Hij heeft een minions gestolen, maar jij staat wel aan mijn kant toch, Santino, toch? Op dit moment was jij ook de enige kant waarvan ik wist dat ik daar aan kon zitten. En nu al helemaal, dus hij allemaal bezig met allemaal dat soort dingen. Inderdaad, ja, hij bereidt zich echt ergens op voor. Hij heeft een heel kasteel. Wacht, is Mickey ook geweest dan? Ja, die is ook al een keer op bezoek geweest. Maar Mick heeft hier toch geen eiland, hè? Dat ik in één keer Mick ook nog tegenkom. Nee, zover ik weet niet. Anders dan moet ik maar eens eventjes gaan zoeken. Oké, wacht even. Jeumig, wat is dit dan? Hij heeft super grote bomen voor de boerderij. Super groot farm hier zo met 8 houthakkers gewoon. Yo, ho. Kijk, terug Giel. Terug. Oké, kom. Dit is onze kans om te lopen en om daar zo in te gaan, ja? Ja, kom. We gaan naar binnen. Weet je wat? Ik ga gewoon in zijn kasteel hakken. Wat denk je zelf? Zo, hop. Oh ja, goed zo. Oké, ga meteen naar die linker toren, ja? Linker toren. Wacht, deze toren bedoel je dan?
dan, toch? Wacht, ja, ik... ja, ja, ja. Wacht, volgens jij zegt... Wel. Oh, daar ben je. Oh, daar, ja. Okay, kom. Oh, wacht. Ja, Santino, ik ben achter je. Kom. Ja? Wat heeft hij daar? Deze kant op, deze kant. Kom, snel, snel, snel. Ik kom eraan. Oké, hier beneden heeft hij dus nog meer minions allemaal. Dit is echt niet normaal. Nog meer minions? Hoeveel minions heeft deze gozer wel niet? Ja, kijk dan, hier beneden. Oké, wacht. Zo, hop. Oh, hier ben... Huh? Dit zag ik helemaal niet. Nee, dat snap ik. Ja, hier heeft hij nog veel meer minions. Kijk, hier. Oh mijn god, deze jongen heeft al 2 mijnwerkers van level 5. Serieus? Ja, ik ook hoor, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Maar, nee, dit is wel echt... Ja, oké, maar ik heb net pas een mijnwerker van level 3. Hij wordt veel te goed. Die heb je wel snel geüpgrade, Santino. En als je ooit hulp nodig hebt, moet je het zeggen. Maar misschien moeten we het daar nu niet over hebben, want we moeten misschien een beetje mee uitkijken. Ik heb denk ik het gevoel dat hij elk moment hier naar beneden kan komen. Hij werkt. Oh, wacht eventjes. Oh. Wacht, hoor je dat? Ik hoor voetstappen. Oh nee. Verstop je. Giel, verstop je. Giel, verstop je. Hier. Wacht. Hallo? Oh nee, maar stil. Ik weet heel zeker dat ik hier iemand hoorde. Hè? Ik weet niet. Ik zou Giel op het nippertje zat. Zal wel. Oh mijn god. Giel, we zijn echt met vuur aan het spelen nu. Als ik Stormer zo zie, heeft hij knijten goede armor. Ik heb geen zin in ruzie met hem. Nee, ik ook niet. Nou ja, weet je, ik red het wel. Ik heb goede armor niet aan, maar heb ik wel. En dan, komt wel goed. Giel, ik heb een groen leather pakje aan. Ik ga het nooit redden tegen hem. Oké, weet je wat? We lopen gewoon nog door. Ik wil nog best wel een klein stukje verder kijken, maar dat is het ook gewoon hoor. Want dit wordt me echt veel te heet onder de voeten. Ja, dat snap ik. Even kijken, waar kunnen we heen? Misschien hier? Wacht, hier naar boven of weer naar buiten toe? Ik weet niet wat hier te zien is eigenlijk. Hier ben ik nog niet echt geweest. Hij heeft hier allemaal kaarsen zitten en zo. Dit is gewoon letterlijk een lege ruimte. Wel een grote ruimte. Ja, ik ben benieuwd wat hij hier van plan is. Hij zal toch niet nog meer minions in gaan huren? Nee, dat denk ik. Ja, ik hoop het niet. Even kijken, wat is... Waar is hij überhaupt? Wat is dit nou weer? Tolverkoper. Dit is een verkoper minion. Waarom zet hij die... Deze jongen heeft veel te veel geld, Giel. Hij zet hem op een troon neer. Ja, hij heeft een troon inderdaad, ja. Wat? Dat meen je niet. Waarom zet hij nou weer een verkoop minion op een troon? Ja, ik vind het ook heel erg apart. Oh, wacht. Er is hier nog een gebouw, hè? Kom, we gaan naar dit gebouw. Echt? Die weet ik ook wel. Dit is zo'n boerderij namelijk. Dit is zijn boerderij? Oh, dat vind ik wel een beetje matig dan in principe. Dit heeft hij sowieso zelf gebouwd. Ja, kijk, hij heeft wel een hele hoop dieren hier. Hij heeft zelfs een Giel. Ja, maar hij heeft een Giel? Wacht, waar is een Giel dan? Ja, 128 schapen? Ja, dat klopt. Die stekken in elkaar. Oh, wacht eventjes. Ik heb toch even wat wol nodig zo. Hop. Oh, Santino, kijk nou uit. Daar hoort hij dit. Ja, maar wacht. Kun jij wol pakken toevallig? Ik kan het wol niet pakken. Want er is moeten we eventjes hier zo in. Giel, wat is er? Hij zit hier buiten. Wacht. Oh nee. Wacht, we moeten. We kunnen echt letterlijk nergens anders weg, toch? Of wel? Nee, ik denk het ook niet. Oh god. Laten we hier in het hooi verstoppen. Ja, kom. Wacht, dat hooi! Kom, snel. Wacht, Snel, stil. Loopt hij nou die dieren eruit te laten of zo? Wat is hij aan het doen? Hij is dieren gaan slaan. Geen idee wat hij aan het doen is. Oh mijn god. Hij heeft zelfs... Hou nou je mond. Niet zo hard praten, Santino. Hij is allemaal koeien aan het slachten, Giel. Dit is niet goed. Dit is niet goed, inderdaad. Oh, nee. Oh mijn god, hij zag me bijna. Hij zag me echt bijna. Oké, hij is weg. Oké, Giel, het wordt me nu echt veel te heet om de voeten. Ik denk dat we moeten maken dat we wegkomen hier. Vult het op? Ja, ik denk dat het ook een heel erg goed idee is. Kom, weg. Jij weet de weg, toch? Oké. Ik denk het. Volgens mij moeten we gewoon letterlijk deze kant in. Oké, ren weg. Oké, het is deze kant op. Wegwezen. Hallo, Torben! Hey, grote vriend! Hoe lang zijn jullie hier al? Niet zo lang. Echt helemaal niet. Letterlijk net. Net aangekomen. Gewoon echt net aangekomen hier. Echt waar? Ik dacht dat ik al wat rare geluiden hoor, maar ik wist het niet zeker. Net aangekomen. En Giel liet mij jouw plekje zien en... Oh, hallo Torben, leuk dat je ook in Skyblock bent. Wat doe jij hier in één keer? Nee, ik heb een eiland ook en ik hier dacht dat jij bij mij in de wereld zat. Ja. Nou, niet in de buurt, echt heel ver hier vandaan. Echt mijlen ver hier vandaan. Nou, echt Santino, ik geef je gewoon één tip. Ga gewoon niet te veel met Torben om, hij is een slechte invloed. Hij steelt je minions, kom, we gaan. Hé, jij deed mij trollen, dat was de reden, hè? Giel, ja, hij heeft een heel erg goed... Dat was gewoon... Nee, dat was geen troll. Dat was gewoon een gunst die ik deed, oké? Santino, mocht jij groene dingen hebben gemaakt, let op. Want Giel, die kan je nog wel eens pesten. Oké, dat komt helemaal goed. Verder helemaal niks aan de hand, Torben? Oké, ik zie je wel een ander keertje weer. Oké, doei! Oké, dat was raar. Oké, wij moeten dus niet met Torben gaan sollen. Wat jullie zagen was lente armor en een warden broekje. Luister, deze jongen heeft
ongelooflijk goede dingen. Dus wat ik kan doen, is ik kan ervoor zorgen dat ik betere spullen ga krijgen. Maar dat wordt heel lastig, want deze jongen heeft een voorsprong van ik weet niet hoe hoog. Maar we kunnen daar in principe verandering in brengen als ik gewoon goede loot krijg en alles. Maar één ding weet ik wel. We moeten echt gaan bouwen aan onze Skylook. Als jullie zagen wat voor boerderijfarm Giel en Torben hebben en wat ik dan heb, ik moet nog eventjes aan de bak. Maar nu we dus weten dat Giel en Torben in onze Skyblock wereld zitten, moet ik sowieso het zekere van het onzekere gaan nemen en me gaan voorbereiden op misschien wel een oorlog. Dat kan gebeuren, dat weet je nooit. Maar wat ik wel even duidelijk wil maken is, ik wil dus wel nog eventjes een groene vlag bouwen. Dus dat gaan we nog eventjes doen om te laten zien dat er niet met Groenstad, om te laten zien dat je niet met ons eiland moet gaan spotten. Dus eens even kijken. We gaan eventjes wat fences gaan we pakken en we gaan nog even natuurlijk wat fences maken. Gelukkig hebben we echt knijterveel hout over. En wat we dan gaan doen is, ik wil deze vlag eigenlijk gewoon hier hebben met wat hout. Dus we moeten even nog wat hout pakken hier. Eerst even kijken wat is mooi hout. We pakken wel gewoon wat spruce hout. Zo, hop. Dan bouwen we hier zeg maar een basis voor de vlag. Zo, een beetje gewoon random neer. En dit wordt dan onze basis van de vlag. Die gaan we helemaal zo omhoog bouwen. Zo, en dan gaan we hem een beetje schuin bouwen. Dus we gaan hier dan eventjes dit zo uitbouwen. Dan hebben we dat tenminste. En dan moet ik ook natuurlijk nog even wat wol hebben. Maar we kunnen het ook van concrete maken. Dus we gaan eens even kijken wat er weer te halen valt in de shop. Even kijken, we kunnen dus lime concrete kopen. Oké, dat ga ik gewoon doen. We zetten, eens even kijken. 64 komen meer. Laten we dan gewoon, oeh, dat is wel heel duur. 2 stacks kopen, dat is meer dan genoeg, denk ik. En dan gaan we hem denk ik maar gewoon een beetje zo schuin bouwen. Ik denk dat ik hem zo moet bouwen. Omdat dat wel heel erg gaaf is. Ik weet alleen niet hoe de vlag eruit gaat zien. Maar we gaan het vanzelf wel eventjes zien. Even kijken, niet te ver bouwen natuurlijk. Zo, hoppa. Oké, het bamboe wordt natuurlijk ook wel heel erg hoog. Eens even kijken, dat moeten we dat ook even zo weghalen. Oké, dat was al meteen ook 1 stack lime concrete. En concrete is nogal duur, dus ik moet het niet al te veel gaan doen. Of niet te groot gaan maken. Zo, hoppa. En dan denk ik dat we gewoon schuin gaan. Dus wat we gaan doen, is we gaan eventjes dat bamboe hier zo weghakken. Dat is wel echt heel erg hoog nu. Zo, hoppa. En hop, dat moeten we eventjes weghalen zo. En dan gaan we een beetje deze kant op. Zo, en dan misschien hier nog een beetje. En dan is de vlag in principe een soort van klaar. We kunnen hem nog wel wat groter maken trouwens. Zo, hop. Zo, hoppa. Dan hebben we tenminste onze groene vlag, zodat ze weten dat ik hier ben. Zo, en we hebben nog in principe glowstone over. Dus ik kan er ook nog eventjes bij doen. Eens even kijken, glowstone. Ja, en dat ga ik dan eventjes hier zo ergens neerzetten. Wat wel heel gaaf is, dat het verlicht. Zo, en misschien hier zo. Vind je dat wel gaaf is? Oké, dat is wel heel erg gaaf. Dan is onze vlag voor nu even klaar. Ik ga hem de volgende keer nog even wat mooier maken als we wat meer geld hebben. Want lime concrete is gewoon heel erg duur. Dan heb ik in ieder geval ook de vlag erbij gemaakt. Dus dat is mooi. Dus dan weten mensen dat ik hier sowieso zit. En misschien zit Torben mij dan ook wel. Alleen, als ik Giel moet geloven, moet ik heel voorzichtig zijn met Torben. En als ik inderdaad zo'n eiland zie, dan wil ik ook zeker op dit moment geen ruzie met Torben, want ik denk dat hij op dit moment wel het grootste eiland van ons alle drie heeft. Maar dat was hem weer voor deze aflevering. Wil je nou nog een aflevering zien, dan kan dat. Klik op de video hiernaast mij. Vergeet de afspraak niet te checken en natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!